Hij is fotograaf. Ja, nu wel. Nu wel? Vandaag wel. Zat ik een beetje te bedenken van hoe ga ik dat nou doen met die campings? Wat ga ik nou meenemen en hoe ga ik al die campings overwandelen met mijn camera op mijn nek en weet ik het allemaal niet? En wat ga ik allemaal vragen aan mensen? En hoe maak ik het dan ook zinvol voor jullie om dat te gaan bekijken? Nou, als allereerst had ik bedacht van, nou weet je, ik heb dat gekke fiets hier zo, deze. Die hebben jullie al verschillende keren gezien. En dan kan ik daar natuurlijk die campings mee over, maar hij trekt het denk ik niet als ik de hele boel ga meesjouwen en dan op dat fietsje. Plus het zit denk ik toch beter op een andere fiets. Dus ik ben een andere fiets gaan zoeken en ik heb een hele mooie gevonden. Dus ik ben vandaag in de auto gestapt en ik ga een andere fiets ophalen. Een hele coole fiets. Camping bezoeken. Regen. Het knapt vast nog op. Begin die campingvlogs op camping De Paal in Bergijk. En die camping is volgens mij niet voor niets camping van het jaar geworden bij de ANWB 2018. En dit is een camping die is echt geschikt voor kinderen in de leeftijdscategorie van zeg maar groep 7, groep 8. Dus van die lekkere ondernemende donderstenen. Want dan is hier echt van alles te doen. En het is best een grote camping. En als je dan nagaat, dan zijn alleen hier zo, daar en daar. En hier. En daar zijn wat verhuurunits. Maar voor de rest, allemaal gewoon echte kamperers. Daar hebben ze twee enorme sportvelden. En ze hebben een crossbaan voor de kinderen. Ze hebben een heel groot zwembad. Er is een kinderboerderij. En hierachter heb je de Bibelenbonse Paalbergen. Dat ik in ieder geval op deze camping zet, dat je een binnenzwembad hebt en ja. Dat je gewoon veel vermaak hebt wat niet overdekt is. Hier is het altijd goed. Ja. En helemaal met deze leeftijd. Ja, zeker. Absoluut. Ja. Oké, in 3, 2, 1, go! Trekken, trekken. Kom op, trekken. Oh. En als die kinderen dan s'avonds helemaal totaal los zijn, dan gaan papa en mama nog even lekker voor de tent zitten, drinken een wijntje en je kan hier zelfs naar een gewoon goed restaurant. Er is een geweldig zwembad. Je kan naar de snackbar. Wat is hier nou eigenlijk niet? En als je nou gewoon niet van de dure biefstukken bent, complete snackbar. Of het hier ook een klein beetje kinderrecreatie is. Nou, we vertrekken om 2 uur gewoon 7 groepen. 7 groepen met dit spul. En ze gaan allemaal wat anders leuks doen. En iedere dag weer opnieuw. En ook nog 2 keer per dag. Nou ja,
Jullie zaten toch net in de snackbar? Ja. Hebben we niks gekocht? Ja. Een ijsje. Deze uit al lang. En nou ben je verder aan het afkoelen. Precies. Dat is jullie manier om cool te blijven. Het werkt. Dag gedaan. Nou, ze hebben net schoongemaakt, dus daar kan het niet aan liggen. Tot ziens. Ja. Hi. Hoe wijs aardige mensen hier. Echt, het houdt niet op met praten. Het heeft zoveel te vertellen. En het is ook belangrijk. Want zeg nou zelf, een familiecamping. Het gaat toch helemaal over de belevenis? Camping De Paal. Voor kinderen tot 12 jaar. Ja, je moet hier gewoon zijn. Je moet hier gewoon zijn. Er is hier zoveel te doen, dat heb ik nog nooit ergens anders gezien. Zo, dat was Camping De Paal. Hebben we nog één ding te doen? De prijsvraag van vorige week. En welke foto's zijn er deze keer opgestuurd? En ik beloof je, ja, die zijn alvast een heel stuk beter dan de vorige keer. Kijk maar even. Is geniet of niet? En dan heb ik eigenlijk nog twee foto's of misschien drie waar tussen ik zit te twijfelen. Dus deze en deze of deze. Maar als ik dan alles nog een keertje tegen elkaar afweeg en de sfeer en het plaatje, een Italiaans meer, de bergen op de achtergrond, een beetje een gebeurtenis op de voorgrond. Mooie vrouwenbenen natuurlijk in beeld. Een hangmat, de zon. Ah, dan kom ik toch echt bij deze foto uit. Marjan Hofstede, stuur me via Messenger even een berichtje. Of mail ons. En dan neem ik contact met je op voor je adres. En dan kunnen we die twee prachtige duckdalfstoelen naar jou toe sturen. Dat wil zeggen, als je tenminste thuis bent. Want het lijkt wel op alsof je nu nog aan dat meer ligt. Oké, nou, heb jij nou een camping? Of heb je een opmerking over mijn video? Of wil je wat zeggen over Camping De Paal? Of heb je een camping waarvan je zegt van, die moet je echt even gaan bekijken? Reageer dan vooral ook. En vergeet niet, like deze video. Abonneer je hier op deze knop op mijn kanaal, want anders doe ik het helemaal voor niks. En volgende week ben ik bij de NPO en we gaan nog een camping bekijken. Tot volgende week.